Hoi allemaal, leuk te kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik ben Lieke en ben 9 jaar oud. En vandaag zijn we naar de open training van Oranje Leeuwinnen geweest. En op, later komen er nog filmpjes daarvan op YouTube. En daarvan ga ik ook nog video's en foto's van Instagram te doen. En dan kan je me daar volgen. LiekeV-10. Dat is mijn Instagram account. En we hebben natuurlijk ook nog handtekeningen daar gescoord. En dat van heb ik op mijn handschoenen. Kippenhandschoenen. Op mijn bal. En op een poster. En ik laat eerst mijn handschoenen zien. Want die zijn de kleinste. Hier zo van Loes Geurts. En hier van Lize Kop. En Sari van Veenendaal niet. Want die was heel snel weg. Dat was best jammer. Maar ik heb wel andere. Nog steeds. Dat is deze. Dit is gewoon zo'n poster. Nederland Turkije. Het is niet zo'n klapper, maar... gewoon normaal poster. Met heel veel handtekeningen erop. Maar, ik heb het niet op mijn shirt, dat is zonde namelijk. Maar ik heb het nog wel op mijn bal. Ga ik even erbij pakken. Dit is de bal. Puma bal. Er zijn ook super veel handtekeningen op. Daar ben ik samen met Lutza en Lisa geweest. Dat zijn mijn vriendinnen. En we hebben allemaal handtekeningen gescoord. En die kunnen we nu heel mooi neerzetten in mijn kamer. Maar we hebben natuurlijk ook een heel leuk verhaal erbij. Want je weet wel video's, maar dan kan je heel goed omzetten. Dat is wel raar. Maar dus, heb ik al gaan laten zien. En toen, ik ging vragen om de twee keepers om handschoenen te laten zetten. Want ik heb er nu toch weer nieuwe. Even laten zien, dit is niet van de Oranje Leeuwinnen, maar deze heb ik dus nieuw. Maar dan gebruik ik deze juist weer niet. Dan kan ik deze weer heel mooi neerzetten. Dus, dat. En de corners. Misschien een soort van vrij trappen en corners gaan nemen. Van de corners. Want je weet wel zo'n hoek. En dan. Daar zit zo'n hoek, hè? Helemaal aan de zijkant van het veld zit een hoek. Waar eigenlijk altijd een vlag staat. Maar dat stond er nu niet. Maar dan. Schieten ze dan precies die ballen heel erg hard daar naartoe en hoor je echt zo BAM! En toen krijg je van Jackie Groene en Sherida Spitsen ook nog een H5. Toen we daar zaten. En dan heb je wel zo'n... Hier staan hekken dan. En staan de mensen hier achter. En dan komen ze zo hier tussen lopen. Dus zo komen ze hier tussen lopen. En dan kan je helemaal een H5 schrijven, dat is heel gaaf. En het was niet heel druk, maar best wel eigenlijk. Niet echt overdreven druk. Dus. Maar Lieke Martens en Kieke van S waren er niet. Onze balanceerden waren zijn, dus dat was best jammer. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Dat was in ieder geval wel heel leuk. We waren met mijn moeder ging mee, mijn zusje, ik, Lisa en Lutza. Dus we waren met z'n vijven. Best veel. Sowieso in een auto. Maar wat ik het gaafste vond is wel de handtekeningen. Dat is wel het gaafste. En de beelden. Dan komen er ook nog op.
Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei doei!